Dan mag Asaf het zien. En dan mag Asaf ervan spreken. Ook als zijn vlees, zegt hij, na, en mijn hart, dan bezwijken. Dus ook als het weer eens moeilijk is, ook als de bestrijding weer komen, ook als ik vastloop, blijft God de rotssteen van mijn hart. Een deel in eeuwigheid, ziet u. Dan blijft hij elke keer het weer zoeken bij God. En dan gaat hij het geven in de handen van God. En gaat hij het ook laten in de handen van God. Moeten we ook leren, hè? U kent dat wel. We gaan naar de Here toe. We brengen het in het gebed bij de Here. En we hebben al onze hoop en verwachting uitgesproken. En we geloven ook nog wat dat de Here het misschien zal doen. En we zeggen amen. En we nemen heel het postje weer mee. En we gaan zelf weer aan de slag. Nee, als we het bij de Here brengen, moeten we bij de Here laten. In die handen van Hem laten. Dat Hij zal zorgen. Dat Hij de weg met mij zal gaan. Al begrijp ik Hem dan niet altijd. Maar dat het een weg is die vol zekerheid en vastheid is. Dat het een weg is vanuit Christus en door Christus.